Hi tweelingen en hoi kreeft. Welkom bij jullie individuele tarot reading met Annemiek Nu van Tarot en Zo. Eerst eventjes een kort intro voor jullie allebei en daarna ga ik aan de gang voor jullie individueel. Als ik toe ben aan kreeft, laat ik dit bord zien zodat je gemakkelijker daarna doorheen kan scrollen. Ik wil je ook nog even wijzen op een schilderij dat ik ooit gemaakt heb. Op de koffieclip. Die ik heb gemaakt. En op de jaarvoorspelling van 2021 voor ieder sterrenbeeld apart over liefde, geld, inkomen, carrière, vriendschappen, waar het ook allemaal maar over gaat. Het zijn gemiddeld 45 minuten readingen en dat helemaal voor jou. Dus kijk ernaar. En ik ga mijn eigen deck gebruiken. Ik heb tarotkaarten laten maken. Misschien herken je het van de clip. Ja, hoe heette die clip? Ram, stier, tweelingen, kreeft, leeuw, maagd enzovoort. En in die clip zit ook een cadeau, mocht je die clip nog niet hebben gezien. Je bent welkom als je hier nieuw bent. En het deck is uiteindelijk ook te koop. Ik gebruik hier de gelamineerde versie, maar je kan ook zonder lamineren kopen. En binnenkort staat op mijn website hoe duur het is. Ik moet namelijk nog iets met een doosje, iets een verpakking zien te bedenken. Maar goed, kijk eerst maar eens of je het leuk vindt. Het zijn allemaal schilderijen van mij. Ecoline gebaseerd. En pen daarop. Een beetje acryl ook. Ik begin de kaarten al te schudden. Maar ik wou even zeggen dat mijn readings energetisch zijn. Vanwege mijn hoge bewustzijn zijn ze dus tijdloos. Dat betekent dat ik geen datum onder deze clip zet. En ik heb het voor jullie gemakkelijk gemaakt om je soort eigen tarotdeck te hebben met mijn playlijsten, mijn speellijsten. Playlijsten, dat klinkt niet goed, hè? En daaruit kan je een clip trekken zoals je een kaart uit een tarotdeck zou trekken. De speellijsten staan hier achter gepubliceerd en anders kan je ze googlen. Want wie weet komt er een andere clip naar boven die belangrijker is om naar te verwijzen. Oké, ga ik nu aan de slag voor de zwevingen. Hi. Hoe is het met je? Ja, ontspan maar even. Ik heb hier een kaart op de kop. Ik bedoel dus reversed. Omgekeerd. Deze kaart met allemaal visjes. Allemaal vrolijke visjes. En ik had hem op de kop. Ik kan wel omdraaien, maar je blijft gewoon precies hetzelfde zien natuurlijk. Waar deze kaart voor staat, is dat je je niet meer wil aanpassen of niet meer blij bent in gezelschap. Misschien geldt dat überhaupt voor je, dat je het eigenlijk wel fijn vindt, zoals het nu bijvoorbeeld met de coronamaatregelen is gegaan, dat je nee kan zeggen tegen gezelschap. Om deze kaart heen, om dit schilderij heen, heb ik een lijst getekend. Zie je dat? En die staat voor het afkaderen. Afkaderen. Is dat wel een Nederlands woord eigenlijk? Je grenzen aangeven. Je grenzen aangeven. Tweelingen, supergoed van je. Oh, ik pak nog een kaart blijkbaar. Ik pak weer het deck. Ik dacht dat ik al naar Rider-Waite zou gaan. Twee kaarten. Deze mevrouw die zegt hapje. En je bent het eigenlijk zat om uitgenodigd te worden om te eten bij mensen. Dan met die hele restaurants dat je er nu voorlopig niet in kan. Of deels of met reserveren. Je vindt het eigenlijk wel fijn. Misschien ben je wel iemand die een eigen restaurant heeft. Of die erom bekend staat dat die lekker kan koken. En dat mensen gewend zijn dat jij hun uitnodigt. En nu heb je zoiets van, ik wil het niet meer. Ik wil het niet meer. Ik word er niet blij van. Voor een enkeling van jullie geldt ook, dat is niet zo heel erg fijn, maar is dat je een beetje depressief bent. Of misschien wel heel erg depressief bent. Dat je antidepressiva slikt misschien zelfs wel. En dat je niet bij mensen wil zijn die blij zijn. Omdat je dat even gewoon helemaal niet snapt. Je snapt het echt even helemaal niet. Ik heb nog een andere kaart. En dat is de kaart Shine Bright.
En dat lijkt op een totaal tegenovergestelde van wat ik nu zojuist heb verteld tegen jou. Ik ga daar Rider-Waite bij pakken. Hoe dat zit. Wat wil je dat ik zeg tegen Kreef? Je kan deze clip kijken als je maan, Venus, de zon of je ascendant in Kreef hebt. Of als je je gigantisch aangetrokken voelt tot deze clip. Oh, deze is wel heel duidelijk. Die voelt... Ja, dwaas. De dwaas. Ik zit hier te klungelen. Wacht even. Dank je voor je geduld. Komt op. Om te zeggen. Dank je voor je geduld. Misschien moet je dat eens tegen jezelf zeggen. Van jij bent zo geduldig geweest met deze groep mensen. En het is klaar. Je mag je grens aangeven. Je hebt zo afgewacht of er misschien nog het een en ander zou veranderen. Misschien gaat het wel over een relatie. Je hebt zo... En die hele familie met wie je erbij getrouwd bent. Mooi. De schone familie. En er is iets wat je beu bent. Er is iets wat je zat bent. Je wil niet meer gastvrij zijn. Je wil mensen niet meer uitnodigen om te vragen van... Goh, om iets te delen. Je wil niet meer iets met je voor jezelf delen. En weet je, neem dat risico. Neem dat risico. Want het zal goed voor je uitvallen. Zie je dat? Jij gaat weer stralen als jij nee hebt gezegd tegen deze groep mensen. Of tegen deze relatie. Jij gaat dan weer stralen. Maar je moet het risico, of moet... Moet natuurlijk niks van mij. Maar als jij het risico durft te nemen om alleen te zijn. Zoals de dwaas. En andere mensen zullen je dwaas noemen. Zullen het idioot van je vinden. Juist misschien met de feestdagen. Mocht je meer willen weten trouwens over de houding van mensen of van jezelf rondom feestdagen. Ik heb ook een clip gemaakt en die heet Kreeft Feestdag. Hij is al... Iets ouder, maar nogmaals, mijn readingen zijn energetisch. Moet hier nog verder iets over gezegd worden? Even kijken hoor. Voor Kreeft, wat wilt u dat ik zeg? Eigenlijk voelt dit heel... hoe zeg je dat? Clean cut. Heel erg tjak. Inderdaad, als ik dat doe, dan als ik deze mensen niet meer zie, wordt de boel voor mij veel helderder. Je hebt de koning van kelken. En ik had hem op de kop. Ik denk dat dit voor de andere mensen staat. Dat, ja, dat die mensen die zijn weliswaar happy en vrolijk. Of in elk geval als ze bij een feestje zijn. Weet jij veel hoe ze thuis zijn. Maar op het feest is het in elk geval vrolijkheid en zo. Maar ze laten dat zien... Terwijl ze eigenlijk ook... Het is hun ook te veel, weet je. Dit is komisch. Je staat er niet alleen voor. Je staat er niet alleen voor. Deze mensen denken er eigenlijk net zo over. Vandaar ook, hoogstwaarschijnlijk, dat die mensen dus heel erg... Koning van Kelk op de kop. Emotioneel naar jou gaan doen. Ze kunnen het totaal niet aan dat jij voor jezelf opkomt. Want dat zouden ze zelf eigenlijk heel erg graag willen doen. Jij maakt je los van die enorme verantwoordelijkheid. En de koning van Kelken, die vindt het echt... Zij vinden het allemaal ook te veel. Elke keer die bijeenkomst of elke keer samen moeten slapen met jou. Hij vindt dat te veel. Zij vindt dat te veel. Maar jij vindt dat ook te veel. En jij wil het graag aan gaan kaarten. En het is voor het allerbest... Je gaat weer stralen daarna als je je hebt terug kunnen trekken. Als je, zoals de dwaas, een risico hebt durven nemen. Ga ervoor. Ga ervoor. En weet je wat ik nu zie? Hier is een heleboel geel, hè? Bij de dwaas. Er is een heleboel geel. Geel staat voor optimisme, voor warmte, voor een goede toekomst. En kijk, hier hebben we hem. Geel. Ik hoop dat er geen schaduw gecreëerd wordt. Hier hebben we het geel in het... In de en passant. Wat de? En passant. In de en passant is geel. De en passant is dit teken. Het
Zo heet dat. En passant. Dan kom je dus weer samen. Dan ben je weer samen. Dan ben je weer bij. Dan kan je weer wel ook met hun zijn. Dus ga niet... Oh, dit is wel belangrijk. Ga dus niet tegen ze zeggen van ik wil jullie nooit meer zien. Want daar zit het dan dus niet in. Oké. Okay. Yes. Oké. Okay. Dat was het. Aan het einde van deze clip staan de speellijsten van mij. En dan kan je dus gaan kijken voor de feestdagclip. En voor de koffieclip. En voor de jaarvoorspelling. En misschien vind je het ook nog wel interessant om terug te kijken naar de novembervoorspelling voor kreeft. Oké. Dank je voor het kijken. Dan ga ik nu naar kreeft. Hi kreeft. Ben je er al? Ik ruim ondertussen even de kaarten hier op. Ik gebruik ook de Rider-Waite, maar zodat je gemakkelijk kan vinden waar de kreeft begint. De feestdagen staan voor de deur, tenminste op het moment dat ik dit gepost heb. En als je niet goed weet wat je daarmee moet, wat je met die mensen allemaal moet. Ik heb een clip gemaakt die heet Feestdag Kreeft. Ja, dus, ik zei net feestdag tweelingen. Bij tweelingen zei ik ook kreeft. Oeps, ik bedoelde natuurlijk tweelingen. Ja, oké. Okay. Grote transformatie gaat eraan komen. Grote, grote transformatie. Ik kijk namelijk naar de klok en het is 15:55. 3:55 staat voor transformatie. Een transformatie is een verandering die blijvend is. Of een verandering op echt dieper niveau. Iets wat dus niet meer teruggeschakeld kan worden. Weet je, de belangrijkste reden waarom ik deze clips maak, is omdat ik onvoorwaardelijk gelukkig ben. Ik sta rotsvast zelfverzekerd en ik ben levenslustig. En wat er ook om me heen gebeurt, zelfs wat er ook in mijzelf gebeurt, die basis heb ik. Om zo, het is niet voor niks dat ik dit nu zeg tegen jou, Kreeft. Om zoiets groots gaat het. En ik zeg nu Kreeft, maar je kan ook kijken als je je maan... zon dus, ascendant of Venus hierin op staan. Venus, dan gaat het over 1-op-1 relaties vooral. Hè? Over 1-op-1 relaties gesproken. Dit is echt groot. Want ik heb een van de kaarten waartoe ik mezelf het meest aangesproken voel. Kijk hem maar even na. Het is tijd dat je gaat opengooien. Het is tijd dat je gaat overgeven. Het is tijd dat je niet gaat opkijken tegen iemand, maar iemand die werkelijk iets te zeggen heeft. En waarschijnlijk weet je al wel over wie ik het heb. Zo niet, dan gaat dat binnen 4 dagen duidelijk worden. Diegene zit er niet naast, weet je. Diegene die heeft je... Misschien gaat het wel over mij. Diegene die heeft jou echt iets te vertellen, waardoor jij... Grondig is het woord wat in neonletters nu tevoorschijn komt. Grondig gaat veranderen. Dit is zo gaaf. Ik voel zo'n blijdschap van binnen nou voor jou. En alles wat er hier gebeurt is symbolisch voor wat er in jouw leven gebeurt. Hè? Dan heb ik hier nog een kaart en ik hoop niet dat ik er iemand mee aanstoot dat iemand dit verschrikkelijk vindt. Zo is niet bedoeld. De kaart is niet seksistisch of pornografisch bedoeld. Oké? Okay? Maar het is een hele lieve kaart. En hij gaat ook over deze openheid. En allicht heeft dit ook te maken dus met seksualiteit. Ik laat de kaart heel even zien voor diegene die er aanstoot aan geven. Het is een meisje op de schommel. Of een vrouw op de schommel. En ze is zo onschuldig. Ze heeft zoveel plezier. Dit is helemaal geen verleidelijke sphinx, wou ik zeggen. Maar dat klopt niet, hè? Sphinx gaat dus over veranderingen. Je gaat weer herrijzen uit de as. Want dat stuk verleden waar je steeds mee hebt gezeten, gaat weg. Het gaat veranderd worden. Ik ga zo Rider-Waite voor je pakken. Maar ik wil dat je nog even 1 keer naar deze kaart kijkt. Want wie weet haal jij er iets uit wat ik je niet vertel, waardoor je wel ineens weet, hé, dat is de richting. Hé, over deze persoon gaat het. Het zijn liefdevolle blikken. Het is iemand van wie je waarschijnlijk houdt of iemand met wie je grote genegenheid deelt.
Het is een hele fijne relatie. En misschien ken je deze persoon nog niet. En ga je hem. Misschien is het wel iemand die je in een winkel ontmoet. Gewoon even heel kort. Of dat iemand iets op een t-shirt heeft staan. Maar je gaat komende dagen. Dus bij deze open je bewustzijn daarvoor. Als je daar zin in hebt. Want diegene die gaat jou iets vertellen. Waardoor jij ontzettend kan veranderen. En die dingen heb je allicht al eens vaker gehoord hoor. Van mij of van iemand anders. Maar. Het gaat echt boem. Boem. Het gaat echt. Ja, boem. Ik moest het nog een keer zeggen. Het hoge zelf zet mij voor schut. Nee, maar begrijp je? Het gaat echt iets heel groots worden. Je gaat een inzicht krijgen. Ik ben dus right away aan het schudden. Dat kan je horen. Waar je voor de rest van je leven iets aan hebt. Echt fantastisch. Ik ben zo blij. Ja, het gaat snel gebeuren. Er gaan dingen in evenwicht komen. Je ziet hier een zwarte en een witte sphinx. Ik zei net sphinx, hè? Dat was een foutje, maar dat was dus geen. Ik dacht dat het een foutje was, maar dat was dus geen foutje. Ik praat vanuit mijn hart. Ik ben een kanaal voor het hoge zelf. Dus alles wat er hier gezegd wordt, ik weet niet wat er gezegd gaat worden. Ik weet nooit welke kant het op gaat. En dan weet je met de kaarten sowieso natuurlijk niet. Het gaat snel. Het is iets wat snel gaat komen. En wat heel snel tot je gaat zakken. En deze kaart heet de wegenzager. De zegenwagen. Liedje kon nu hem op. Zagen. Wie de wagen. Jan kwam thuis om een boterham te vragen. Moeder was niet thuis. Vader was niet thuis. Allicht heeft het daarmee te maken. Misschien zijn je ouders overleden. Of gaat er iets gebeuren met ze? Ga je besluiten om hun niet meer te zien? Of niet meer zo intens te zien? Niet meer verantwoordelijk voor hun te voelen? Het gaat fantastisch zijn. Echt het voelt als een zegen. En je hebt succes. Je hebt succes. Even kijken of ik hier nog meer in zie. Je hebt succes. Kan ook te maken hebben met het reizen tussen twee steden. Of tussen twee bedrijven. Misschien heb je twee banen. Of misschien ben je twee man of twee vrouwen tegelijkertijd aan het daten. Het gaat voor je duidelijk worden. Voor wie je moet kiezen. Of nou, dat niet eens zozeer. Want dat zou een oppervlakkig inzicht zijn. Hoewel die wel heel erg binnen kan komen. Of ik zeg ka-tjang, dus misschien gaat het over geld. Dat zou heel goed kunnen. Ja, dat zou heel goed kunnen. Oké, nog een kaart. Voor kreeft. Je bent gewond geweest. Kijk, hier hebben we de kaart van transformatie, de dood. En jij blijft denken dat het maar door blijft gaan. Dus in een enorm tempo elke keer weer op je afkomt. Maar dat doet het niet. Dat doet het niet. Het stopt. Het gaat echt stoppen. De pijn gaat stoppen. De band met je verleden. Er is iets wat ontzettend opgeruimd gaat worden. Je gaat heel erg tevreden zijn. En de andere kaart die ik heb. Deze is het prachtigst. Nou, de zegenwagen is ook fantastisch natuurlijk. En die kaarten uit mijn deck. Klinkt raar om te zeggen mijn deck. Maar goed. Ik heb een eigen deck. Aas van staven. En de aas van staven, dat weten jullie allicht wel, die staat voor actie. Voor een nieuw idee dat gaat komen. Je gaat het licht zien. En daarmee ook dingen, het verleden allicht, lichter opvatten. En deze kaart, die kan ook vanwege die staaf inderdaad te maken hebben met seksualiteit. Hè? Net als, ik zal hem op een afstandje houden, met deze kaart. Ja, kan dat daar zo'n inzicht komt. En dus niet oppervlakkig van, ik weet nu waar ik voor moet kiezen. Voor wat voor standje bijvoorbeeld ik wil. Maar echt dieper van, ik kom nu voor mezelf op. Ik weet nu hoe het voelt om voor mezelf op te komen. Ik weet nu welke kant ik op moet. Hoe ik met mezelf om moet gaan. Dit gaat over meer kans om te groeien, maar dus echt voor jou. Dus niet voor een ander. Je gaat niet veranderen voor een ander. Maar je gaat voor jezelf veranderen. Ik zit gewoon te stotteren, weet je. Wat heerlijk. Wat heerlijk. Ja, dat betekent dat het dus echt fantastisch gaat worden. Ik denk ook niet dat je het zelf zou kunnen beschrijven. Mocht dat wel lukken, hier beneden graag een berichtje. Vind ik heel erg leuk om van jullie te horen. Waardeer ik enorm. En vergeet niet te abonneren. En de clips te delen.
Oké, dank je voor het kijken. En heb een hele goede week. Ja. Dit zijn dus de speellijsten waar ik het over had.